Alpine is terug. Na meer dan 20 jaar haalt Renault het legendarische sportwagenmerk weer vanuit de vriezer. En hij heeft alle ingrediënten van een grote. Kom mee aan boord. Licht en wendbaar, dat is de Alpine A110 samengevat in twee woorden. Er hangt bijna geen grammetje vet aan deze Fransman. De basisversie weegt minder dan 1,1 ton. De ontwerpers kregen dan ook de vrijheid om een volledig nieuw chassis te ontwikkelen. Helemaal opgebouwd uit aluminium, zoals een Lotus Elise of een Aston Martin. De motor ligt vlak achter de cockpit en het zwaartepunt is erg laag. De ophanging voor en achteraan bestaat uit dubbele driehoeken, zoals het hoort voor een sportwagen. De basisingrediënten zijn met andere woorden kerngezond. Je zit net zo gemakkelijk in de Alpine als in een Porsche 718 Cayman. De rijhouding is nagenoeg perfect, hoewel je de stoelen enkel in de lengte kan verstellen. De kuipzetels van Sabelt zijn vederlicht, ze wegen amper 13,1 kg per stuk. De cockpit is modern, maar beperkt zich tot de essentie en ze is een stuk mooier afgewerkt dan die van een Alfa Romeo 4C of een Lotus Elise. Een lichtgewicht heeft niet veel spieren nodig. De achterwielen worden aangedreven door een nieuwe 4-cilinder turbo van 1,8 liter. Dezelfde motor als in de Renault Megane RS, maar dan met 252 in de plaats van 280 pk. Voor zijn prestaties hoeft hij zich echter niet te schamen. Hij zit na 4,5 seconden aan 100 km per uur en hij gaat helemaal door tot 250. Het eerste wat je opvalt is hoe comfortabel de A110 rijdt. Door de ultrastijve carrosserie, het lage zwaartepunt en de dubbele wishbones konden de jongens van Alpine de ophanging relatief zacht afregelen. Je bent meteen op je gemak, ook al omdat de auto zo mooi in balans is. Hij laat zich ongelooflijk soepel besturen en is dankzij de lichte bouw zelfs wendbaarder dan een Porsche Cayman. En dat is een prestatie die kan tellen. Het rijplezier vind je ook bij lage snelheden, met een uitstekend gecalibreerde stuurinrichting en Brembo-remmen die meer dan voldoende op hun taak berekend zijn. De motor reageert ook lekker direct met een mooie klank. De Alpine A110 is een auto zoals wij ze graag lusten. Geen overdaad aan pk's, licht, kwik en zelfs comfortabel. Hij is zoals een Porsche Cayman, maar dan nog puurder. Het is de comeback van het jaar, een 3-sterren delicatesse.